En dan is er een specifiek instrument gecreëerd door de Vlaamse overheid. En dat eigenlijk een soort van veruitwendiging is van hoe dat zij dat zien, hè, die openstelling. Specifiek voor vanuit de administratie voor onroerend erfgoed. Hè. De collega's van roerend en materieel erfgoed die hebben gebruiken andere instrumenten, maar voor onroerend erfgoed is dit het instrument, open erfgoed. Zit gevat in het onroerend erfgoedbesluit, een technisch detail. En dat is eigenlijk ook de opvolger van wat vroeger heette een open monumentvereniging. In 2001 is het instrument gecreëerd van open monumentvereniging. Als WZ2, als een stichting, kon je een erkenning krijgen voor de openstelling van je pand, van je gebouw. En dan kreeg je daar 80% premie in plaats van 40%. Dat was heel sterk gelinkt aan de financiering. Men heeft daar met de nieuwe decreet een opvolger voor willen maken en dat is dan eigenlijk opengetrokken richting open erfgoed. Maakt niet uit of dat je nu een particulier bent of een VZ2 of een vennootschap, maakt niet meer uit. Maar dus je kan een erkenning krijgen als open erfgoed. Die verbreding is op zich heel terecht legitiem. Je krijgt met die label krijg je een soort van erkenning, een bepaald statuut. Hè. Dat is een officiële erkenning. Je moet een dossier indienen, dat is gelinkt aan het beheersplan dat je moet opmaken. Bij de Vlaamse overheid. Het wordt voor een commissie gebracht, die gaat dat mee bekijken. Rita zit ook mee in die commissie. En daar wordt er bekeken van in wat is eigenlijk de waarde op vlak van ontsluiting van de erfgoed en verdient dit een label op een erfgoed. De overheid promoot het echt als een soort van label, in de zin dat ze ook heel hoog mikken. Hè. Dus bij wijze van spreken alleen maar het beste van het beste dat het label kan krijgen. Op dit moment zijn het aantal sites dat een open erfgoederkenning heeft dan ook heel beperkt. Ik ga ze meteen tonen, maar dat is heel beperkt. De informatie, er is ook een inspiratienota te downloaden op de website van het agentschap. Het is een vrij lijvig document geworden met alle criteria enzovoort die ik meteen ga toelichten, maar dat is wel uitleg geven om de mensen te inspireren. Hè. Want bij de opstartfase 2015-16 hebben we heel veel discussie gehad over de interpretatie van woorden. Ik kan het meteen tonen. Daarom is er gekozen geweest. Eerst wou men een soort van richtlijn, voilà, hè, om een erkenning te krijgen moet je dat en dat en dat gaan doen. Dat bleek toch heel moeilijk om dat hard te maken. Vandaar dat men dat omgetuind heeft naar een inspiratienota. Wat is nu de definitie van open erfgoed? En ik heb de sleutelwoorden in het vet aangedrukt. Open erfgoed is uiteraard enkel maar beschermd onroerend erfgoed, dus geen erfgoed dat op een inventaris staat, hè, moet beschermd zijn. Ofwel een erfgoedlandschap, dat is dus landschappelijk erfgoed dat de ruimtelijke verankering heeft gekregen. Kan ook een bepaald onderdeel zijn, denk aan een uitgebreid kasteeldomein, waar dat alleen maar het kasteel of bepaalde bijgebouwen een erkenning als open erfgoed vragen. Dat op een exemplarische wijze en op regelmatige basis opengesteld wordt. Exemplarisch voel je aan dat het wel voer voor discussie of van bewegingsvrijheid. De bedoeling is om het grote publiek op een actieve en sprekende manier inzicht te geven in de erfgoedwaarde. Dat is de doelstelling. Als mensen daar komen en ze gaan terug buiten, dan weten ze, oké, wat heb ik hier gezien, waarom was dat belangrijk, wat is speciaal aan die plek, dat is de kern van de zaak. Het moet ook integraal benaderd te worden. En de erkenning is dus ingebed in de erkenning van het beheersplan. Er zijn een aantal woorden bij die vaak tot verwarring leiden, vandaar dat ik ze wil duiden. Enerzijds de erfgoedwaarden, hè, dus dat staat in de definitie, inzicht geven in de erfgoedwaarden van het erfgoed. De erfgoedwaarden, dat is een opleisting van alle officiële erfgoedwaarden die de Vlaamse overheid hanteert. Hè. Iets wordt beschermd, bijvoorbeeld, omwille van zijn archeologische, historische, industrieel-archeologische, sociale, volkskundige, hè, ze staan er allemaal opgelijst, waarden. Dat betekent dus dat eigenlijk de Vlaamse overheid gaat zeggen van kijk, we hebben een analyse gemaakt van dit erfgoed, we vinden dat het om die reden belangrijk is en daarom gaan we het gaan beschermen. Omwille van het algemeen belang. Dat betekent, vertaalslag naar open erfgoed, dat als iets beschermd is omwille, bijvoorbeeld de kapel, een kapelletje te landen is beschermd omwille van zijn volkskundig belang, in je open erfgoedverhaal ga je uiteraard heel veel aandacht moeten hebben voor die volkskundige waarden. Waarom hebben bepaalde groepen van de bevolking lokaal heel veel belang gehecht aan die kapel? Hè? Is er een bepaalde processietraditie geweest enzovoort? Dus daar ga je veel aandacht moeten aan besteden. Dat zijn er twee termen waar ik zelf elke keer mee sukkel en die uit elkaar hou. Dat is het verschil tussen erfgoedkenmerken en erfgoedelementen. Erfgoedkenmerken, dat gaat dan over de typologie. Een molen, een kerk, een abdij, een loods, alle mogelijkheden. Een stijl, Art Nouveau, Romaans, modernistische architectuur. Een bepaalde cultuur, denk aan de nazi-architectuur uit de Tweede Wereldoorlog, hè, is heel sterk gebonden aan één specifieke cultuur, dat is een erfgoedkenmerk.
datering, heel eenvoudig, 18e eeuw, 1773, een bepaald thema, vakwerkbouw, dat zijn bepaalde erfgoedkenmerken. En dan gebruikt ze de ander begrip erfgoedelementen. Dat gaat dan meer over wat hij effectief kan zien, zoals heuvels en daken, het materieeltechnisch gebruik, dat valt daar eigenlijk onder. Wat wordt er nog gebruikt qua woorden? Het exemplarisch, daar ga ik straks nog iets over zeggen. Maar ook het interactieve, het actieve. En dat is eigenlijk een beetje erfgoedontsluiting 2.0. Vroeger was, als je ergens op een bepaalde plek kwam, dan werd je heel vaak oversteld door allerlei historische informatie. Hè. In 1348 heeft die persoon dit gedaan hier, hè, is afgebroken, dan nadien kwam zus en zo. Ik herinner mij ook in de opleiding, hè, het was heel belangrijk om heel veel data van buiten te kennen, om die te kunnen reproduceren. We weten uit onderzoek dat mensen, als ze buiten gaan, dat ze tot 80%, 90% van de data vergeten zijn, hè, omdat ze dat niet belangrijk vinden. Maar dat eigenlijk nu, van de dag van vandaag op aankomt, is dat je manieren vindt om interactief, om actief met uw publiek, met uw bezoekers, aan de slag te gaan. Het is veel meer dan alleen maar de kennisoverdracht van feiten, van data. Je moet die mensen een bepaalde ontdekking aanbieden, een bepaalde beleving. Niet alleen maar die feiten. Dat kan op verschillende manieren. Dat kan door verschillende informatielagen aan te bieden. Je hebt iemand, het merendeel van het publiek, van de bezoekers, die zijn alleen maar geïnteresseerd in de basisinformatie. Hè. Van wat is dat hier en oké, wat is er gebeurd? Oké. Maar je hebt mensen die echt wel, de meerwaardezoekers bijvoorbeeld, hè, die willen graag alle details weten van wie heeft er nu allemaal gewoond. Oké, en dat was een familie en we zitten van de ene familie op de andere enzovoort. Dat zijn dan experten. Je moet die informatie kunnen aanbieden, maar niet allemaal tegelijk, meer op maat. Hè. Je moet dan zoeken naar manieren, hè, dat is het volgende punt, manieren om die informatie te kunnen aanbieden. Dat kan door dingen te laten lezen, te laten luisteren, door heuren. Hè. Dat hij van Abdij Siete Herkrode, het museumgedeelte, zijn bepaalde opstellingen waar hij bepaalde planten, hè, medicinale planten, daar, dat kan je ruiken. Hè. We weten ook uit onderzoek dat er zijn tuigelijke ervaringen, dat dat veel meer blijft hangen dan alleen maar het luisteren naar historische informatie. En ook mensen kunnen uitdagen om na te denken, hè, rond bepaalde items. Naast de lagen, hè, dus de moeilijkheidsgraden, de niveaus en ook de manier waarop dat je brengt, zijn er verschillende mogelijkheden in de technieken. Via een audiohits, via een klassieke pancarte, een plakkaatje bij een bepaald object, een gids die de uitleg geeft. Dus dat zijn allerlei informatie daar. Belangrijk is ook, in tegenstelling tot vroeger, ik ga het maar zo zeggen, is dat je tweerichtingsverkeer genereert. Hè. Vroeger, als je had je gids die vertelde, het publiek moest luisteren. Vanuit het idee van open erfgoed, maar ook het algemeen erfgoedontsluiting 2.0, is dat je in dialoog gaat met je publiek. Van, hè, waarom vind je dat belangrijk? Hè? Kan je dat op een of andere manier relateren aan je eigen leven, aan de plek waar je woont? Hè? Je moet de mensen ook de kans geven om een bepaalde opinie te geven. Hè? Zeker rond, bijvoorbeeld rond Paleis op de Meer, dat koloniaal erfgoed. Ja, dat is echt wel iets wat er nog altijd leeft, dus daar moet ruimte zijn. Hè? Wij als Herita zouden bijvoorbeeld kunnen een traject starten rond dat koloniaal verleden van die plek, van de bouwheer destijds, hè, zodanig dat daar tweerichtingsverkeer ontstaat. Hè. Op die manier zorg je er ook voor dat mensen betrokken geraken bij de erfgoed en ontstaat er eigenlijk een soort van erfgoedgemeenschap rond dat erfgoed. Dan heeft in het decreet, hè, rond open erfgoed, hè, rond dat instrument, zijn er 8 criteria bepaald, dat is vrij technische materie. Ik ga er even snel doorgaan, omdat de meeste kernbegrippen heb ik daarnet al toegelicht. Je moet het erfgoed op een interactief, actieve manier, een sprekende manier ontsluiten. Evident. Je moet de bezoeker inzicht geven in de erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en elementen. Hè. Dus hier staat dat dan. Oké, dat is het decreet, bepaalt dat, begin er maar aan. Hè. Dan moet je al weten wat dat erfgoedkenmerken en elementen zijn. Hè. Je moet die gaan duiden, waarom is dat belangrijk, of wat is er hier aanwezig. En je moet dat ook in een maatschappelijke context geven. Hè. In die zin dat een bepaald object of een archeologische site uit de vroege middeleeuwen, is wel cruciaal om die context van die vroege middeleeuwen mee te geven. Hè. Die context was totaal anders dan de 20e eeuw, dus die moet absoluut meegegeven worden. Een derde element is dat je bij de openstelling rekening moet houden met verschillende doelgroepen. Hè. Heel vaak in het verleden werd er al gemikt op mensen die echt geïnteresseerd waren in geschiedenis en cijfers en data. De bedoeling is om dat veel meer te gaan opentrekken. Leerlingen uit het lager onderwijs is een totaal andere doelgroep dan hogeschoolstudenten of leerlingen in middelbaar onderwijs.
gepensioneerden. Dus dat zijn verschillende doelgroepen. Ik heb het al gehad over de nieuwe Vlamingen. Allee, er zijn allerlei doelgroepen te bedenken die bestaan in de maatschappij. De bedoeling is dat je echt wel inzet op verschillende mogelijkheden, ook al omdat die bezoeker met zijn eigen achtergrond andere noden heeft. Hè. Wie heeft een andere nood dan ik? En mijn buurman zal dat weer anders gaan bekijken, die misschien wel verder gaan of meer oppervlakkig gaan bekijken. Dus je moet je aanbod daarop gaan afstemmen. Vierde en de vijfde voorwaarde is, allemaal vrij uitgebreid, dat is, die openstelling moet exemplarisch zijn. Oké, en wat betekent dat nu, dat exemplarisch zijn? Je hebt exemplarische, dat gaat niet over het erfgoed aan zich. Hè. Je moet dus niet het topkasteel van Vlaanderen hebben om in aanmerking te komen. Het gaat dan wel over dat je dat presenteert, hoe je naar je bezoekers, naar je publiek brengt. Dat moet exemplarisch zijn. Dat gaat dan op vlak van de ontsluiting van de erfgoedwaarden, bijvoorbeeld rond dat volkskundige. Hè. Waarom was die kapel? Had dat een groot belang voor de lokale betrokken gemeenschappen en werden daar 1, 2, 3 keer per jaar processies gehouden enzovoort. Het gebruik van innovatieve technieken. Dat hoeft niet altijd dure dingen te zijn. Hè. We hebben een bepaalde periode gehad, ook in onze site Herkerode, dat men nu plat sloeg met touchscreens enzovoort. Na 2 jaar vaak waren die dingen kapot en dan bleef dat nog 4 jaar hangen of 5 jaar met alle frustratie van dien. Het is de bedoeling om na te denken op welke techniek kan ik hier kiezen om op de beste manier mijn erfgoedverhaal naar het publiek te brengen. En nogmaals, dat kan soms heel simpel zijn. Hè. Soms door heel bescheiden gewoon niks te doen, door stilteplekken te creëren bijvoorbeeld, kan je veel meer bereiken dan daar een hipper flashy flatscreen te gaan installeren die toch maar afleidt en weghoudt van de essentie van de plek. Beheer van de site, niet onbelangrijk, moet ook exemplarisch zijn. Bijvoorbeeld, een van de voorbeelden die ik ga tonen is het kasteel van Loppen. Wel, het beheer, je hebt nog altijd de adellijke familie die eigenaar is, maar die werkt nauw samen met de gemeente, de gemeente Zedelgem is dat. Dan werkt hij ook samen met Natuurpunt, lokale natuurpuntorganisatie, vrijwilligers. Dus zij staan allemaal in voor het beheer, of ze hebben allemaal een plek in dat beheer van die site en dus daardoor is het exemplarisch voor andere partijen in Vlaanderen die zouden kunnen geïnspireerd geraken om dat ook te doen. Nog een vierde item onder exemplarisch, dat is publiekswerking en publiciteit rond. Publiekswerking als C heb ik daarnet eigenlijk al wat behandeld in allerlei mogelijkheden, maar dus je moet een heel goede publiekswerking hebben, dat moet duidelijk uit je dossier blijken. Heel technisch item, vijfde criterium is, je moet eigenlijk minstens 300 uur per jaar opengesteld zijn, verspreid over 50 dagen. Dat betekent dus dat je die 50 dagen minstens 6 uur moet open zijn. Het kan uiteraard veel meer zijn, het kan ook dagelijks zijn. Maar dus dat is een minimumvoorwaarde om een idee te hebben. Nog even zien. Ja, het erfgoed moet integraal toegankelijk zijn voor bezoekers. Misschien evident, maar denk dan aan mensen met een mobiele beperking, hè, rolstoelgebruikers. Ik ga meteen een voorbeeldje geven in Antwerpen, waar dat echt wel een issue was en waar men heel creatief is mee omgegaan. Voor dat aspect toegankelijkheid moet je ook een advies vragen aan het bureau Inter, heet dat, is een officieel erkend bureau over toegankelijkheid. We hebben een advies over je dossier. Uiteraard, evident, als daar veel publiek komt, moet je zorgen, moet je initiatieven nemen of maatregelen nemen om te vermijden dat daar verlies of schade aan is. Hè. Als u... Er zijn heel veel voorbeelden bekend. Hè. Wat je vaak ziet in middeleeuwse kerken, dat zijn de grafplaten op de grond die behoorlijk uitgesleten zijn. Als daar heel vaak publiek over komt zonder dat daar extra bescherming over is, bij is, dan heb je echt wel schade. En ook het laatste criterium is, je erfgoed en je werking moet onderdeel zijn van een netwerk. Hè. Dat kan op verschillende manieren ingevuld zijn. Bijvoorbeeld, je hebt een organisatie voor openstelling van kerken, hè. Open Kerkenvisie 2. Je hebt Herita, het netwerk Open Monumenten van Herita. Er zijn een aantal netwerken die bestaan en waarbij dat je moet aansluiten.